Yes, het is gelukt. Levenslust. Word eens wakker. Waar zijn we? Voor het Witte Huis. Het is dus gelukt. Ja, ik zal de rest even wakker maken. Patrick, word je wakker? Nog een paar minuutjes. Patrick, word eens wakker. Zijn we er al? Ja, we zijn er. Vlinder, het is je gelukt. Klopt, maar nu komt het moeilijkste deel. We kunnen niet zomaar binnenlopen. Nee, we moeten inderdaad zorgen dat we haar kleding gaan fixen. Raar is hem. Het is ook niet echt dat we nu een kledingwinkel vinden met kleding erin. Mag ik wel proberen? Wat wil je gaan doen dan? Zorgen dat we kleding krijgen? Wauw, dit staat me niet eens verkeerd. Zo, dat werkt dus. Niet echt mijn kleur, maar oké. Oké, nu Logan. Moet dat nou echt? We moeten toch zo min mogelijk opvallen. En volgens mij heb je vaker in de lege kleding gezeten. Daarom juist, ik voel me er toch niet prettig bij. Komt goed, Logan, vertrouw me. Oké. Ik doe dit ook wel. Zo. Wat voor kleding is dit nou weer? FBI-kleding? Dankjewel, I guess, Vlinder. Tuurlijk, graag gedaan. En wat voor kleding ga je meegeven? Ik denk deze. Dan ben je Special Force of zo. Wat voor kleding ga je jezelf geven dan? Zo. Nu zijn we wel eenheid. Staat je goed? Niet echt verschillend of zo, maar ja, staat je goed. Oké, en nu zorgen dat we naar binnen kunnen zonder problemen. En daar hebben we ons eerste probleem, want er is beveiliging voor de deur. Kunnen we niet ongezien naar binnen glippen? Dat is geen goed idee, want dan zien ze ons en dan weten ze zeker dat er iets niet klopt. Maar wacht even, ik heb een idee. Doe gewoon mee. Oké. We moeten de president spreken. We hebben wat informatie over die school die ze laatst hebben binnengedrongen. Dit ging wel heel erg makkelijk. Iets te makkelijk naar mijn zin. Dat is denk ik mijn schuld. Wat heb je gedaan? Blijkbaar kan ik erg gelovig overkomen. Oké, wat moeten we nu doen? We moeten een beetje onder de radar blijven. Heel random, maar goed. Dit is wel een super groot gebouw. Het lijkt wel een doolhof. Komt wel goed, we vinden het wel.
Laten we gewoon eerst even rondkijken met z'n allen. En daarna misschien bij elkaar komen als we iets gevonden hebben. Oké, is goed. Hebben jullie al wat gevonden? Nee, nog niks. Nee, ik ook nog niks. Maar ik weet waar ze zijn. Oké, dan weten we dat we daar naartoe moeten, Logan. Maar ze zijn toch nog steeds op zoek naar ons? Wat bedoel je? Ze zijn nog steeds op zoek naar jullie. Ze hadden het over de mensen die ze proberen te pakken. Op een school, maar dan dat ze verdween. En je weet zeker dat het over jullie gaat? Dat moet haast wel. Dan is dit misschien onze kans. Wat bedoel je? Wat nou als we doen alsof wij jullie gevonden hebben en dat we jullie naar hem toe brengen? Misschien krijgen we dan alleen de president. Ik weet het niet hoor, het is wel heel erg gevaarlijk. Nou ja, als jullie een beter idee hebben, dan hoor ik het graag. Eigenlijk is het wel een goed idee. Nee, geen sprake van. Ik ga jullie toch niet in gevaar brengen onnodig? Ik denk dat dit onze enigste optie is, Vlinder. Ja, Vlinder, laten we het gewoon even bezinken en dan kunnen we gaan kijken hoe we het aan kunnen pakken. Maar je moet wel een beetje meewerken. Prima. Ik denk echt dat we het plan moeten uitvoeren. Ik weet het niet hoor, stel je voor dat het misgaat. Vlinder, luister. Als we dit goed spelen, dan is er niks aan de hand. Oké. Laat mij het woord maar doen. Ik denk dat het handiger is. Oké, maar misschien ben ik langzaam, maar wat gaan we nou precies doen? Nou, jullie doen net alsof jullie ons hebben gepakt en brengen ons dan naar de president. Oké, en dan? Dan moeten we zorgen dat we de president alleen krijgen. Hoe willen we dat dan gaan doen? Ja, weet ik veel, maar er moet toch een manier zijn om dat te kunnen doen. Wat nou als we de mensen bevriezen in de tijd die we er niet willen hebben die luisteren? Dat is een goed idee. Laten we maar eerst erachter komen waar de president zich bevindt. Dat is wel een goed idee. Ik denk ook niet dat het echt handig is. Nee, Vlinder, dit keer blijven we gewoon bij elkaar. Het komt allemaal goed. Vlinder, vertrouw ons nou maar. We moeten ze snel vinden. Ik snap ook echt niet hoe het heeft kunnen gebeuren dat ze ontsnapt zijn. Doet er niet toe. We moeten ze gewoon vinden. We gaan hun ook vinden, meneer. Loof. We hebben al een paar van hun groepje. Nu de rest nog. Het duurt niet lang meer, meneer. Dan hebben we ze allemaal. Dan zijn we eigenlijk af van die rotmutanten. Precies, meneer. En dan kunnen we weer een normaal leven leiden. Zet alles vast, maar die... Hey. Zet alvast maar de dingen klaar voordat ze komen. We zullen ze verrassen. Komt helemaal goed. Oké, jongens, ik denk dat de president daar is. Waar? Nou, volgens mij in deze kamer. Nou, kom maar op. Stop. Vlinder, het is nu echt niet de tijd om te gaan twijfelen. Nee, stop alsjeblieft. Wat is er, Vlinder? Heb je niet gehoord wat hij zei? Nee. Wat dan? Hij ging iets ophalen. Ophalen? Ja, zodra we jullie inleveren. Misschien is het handig dat we er eerst achter komen wat hij meeneemt. Voordat we weer voor verrassingen komen te staan, zoals altijd. Ik denk dat dat wel handig is, want dan weten we ook waar we aan toe zijn. Kun je die zin nog een keer doen, Maris, want je werd afgebroken. Ik denk dat het wel handig is. Dan weten we ook waar we aan toe zijn. Het is best wel jammer dat we Toby niet hebben. Nee, dat staat er niet. Wacht even.
Het is best jammer dat we Toby... Dat is het! Wat is wat? Nou, wat nou als ik mezelf verander in Toby? Dan kan ik mezelf onzichtbaar maken. En dan komen ze niet achter wat... En dan komen we er zo achter wat ze hier aan het halen is. Oh, is best wel een goed idee. Het blijft wel raar dat je dat kan. Ik vind het ook wel best wel grappig op zich. Zoals ik altijd zeg, doe je alsjeblieft voorzichtig. Komt goed, zoals ik altijd zeg. Ja, daarom juist. Een poef weg. Hoe moet ik hier weer heen? Zo, ik heb het gepakt. Mooi zo. Dan weten ze niet wat hun overkomt. Wat doet het eigenlijk? Dit spel zorgt ervoor dat die mutanten hun krachten even kwijt zijn. Wat geniaal. Het is vooral handig voor die Logan. Die is namelijk heel gevaarlijk. Waarom is hij zo gevaarlijk? Hij heeft messen die uit zijn vuist komen. En hij heeft heel veel. Dan heeft hij deze wel echt nodig. Misschien kunnen we hem extra geven. We hebben het nog niet eens getest. Maakt niet uit. Dan testen we het dan wel. Oké, ik moet het voor elkaar krijgen om dat drankje te veranderen. Dus ik moet mezelf er even worden. Ik moet wel opschieten, anders dan hebben ze me door. Zo, dat moet de truc doen. En nu zo snel mogelijk wegwezen hier. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Wat was het nou? Het was een soort drankje dat je krachten even weg werden genomen. Daar moeten we echt voor oppassen. Waar zijn ze nu dan? Nou, we waren in een soort van kamer gegaan. Oké. Wat gaan we nu doen? Zomaar naar binnen komen wandelen? Ik denk dat het geen goed idee is om dat te gaan doen. Alles is klaar. Mooi zo. En luister goed, meneer de president. Ze zijn dichterbij dan je denkt. Hoe bedoel je? Ik zou maar oppassen als ik jou was. Want ze zijn gewoon hier. Hoe bedoel je dat ze hier zijn? Hoe kan dat? Ze zijn slimmer dan je denkt. Agent, zoek ze op. Wacht even. Zijn hier in het gat? Ja, zoek ze en breng ze naar mij. Ja, meneer. Zorg ervoor dat ze niet gaan slagen. Komt goed, mevrouw. Mooi zo. We moeten zorgen dat we het drankje onschadelijk maken. Al gedaan. Top, dan kan er niks meer gebeuren. Maar ik wil wel dat jullie meespelen. Wat ben je van plan dan? Zorgen dat ze niks doorhebben over dat het drankje niet werkt. Ze hebben ons toch niet door? Wacht, ik hoor iets. Nu nog niet. En ik wil dat zo graag houden. Wat is er, Logan? We moeten hier weg. Ze hebben ons door, of niet soms? Ja. Yeah. Laten we ons verstoppen in het tuintje. Oké, dat scheelde echt niet veel. Maar hoe zijn ze erachter gekomen dat we hier waren? Ik denk dat de president toch is ingericht. Maar door wie dan? Weet ik niet. Maar ik heb er ook geen zin om erachter te komen. Oké, luister. Mocht het zijn dat ze ons pakken, speel mee.
Wat wil je gaan doen dan? Ik durf te wedden dat ze ons... Als ze ons pakken, dan gaan ze ervoor zorgen dat ik als eerste geen kracht heb. Maar als jij je krachten niet meer hebt, wat moeten wij dan? Rustig maar. Ik heb het drankje van de president heb ik een ander drankje gegeven. Je hebt hem verwisseld. Klopt, precies. Dus dat drankje zorgt ervoor dat je je krachten weer terugkrijgt? Yep. Dus dan kunnen we ons gewoon laten pakken eigenlijk. In principe wel. Gaan we dat dan ook echt doen? Jullie hebben geen andere keuze. Ik denk dat er al voor ons besloten is. Goh, zou je denken, vrienden? Meekomen en heel snel. Ja, ja, we gaan al mee. Zorg ervoor dat zij eerst haar krachten verliest. Kom jij maar even hier. Wie? Ikke? Ja, jij. Wat ga je doen? Ervoor zorgen dat je even geen krachten meer hebt. Zo, dat moet de truc doen. Nee, nou kan ik niks meer. Mooi zo. Meekomen met mij. Zo. Jullie dachten mij even te slim af te zijn. President, alsjeblieft luister naar me. Nee, ik ga niet naar jou luisteren. Je bent echt verkeerd bezig. Mond dicht. Jullie soort is gevaarlijk. Ik heb een van hun al een drankje gegeven. Waarom heb je dat gedaan? Omdat er nog één was met krachten. Wie dan? Ikke. En wie mag jij dan wel niet zijn? Mijn naam is Vlinder. Hoor je bij hun of zo? Dit zijn mijn vrienden, dat klopt. Hoe ben je hier naar binnen gekomen? Gewoon om slim te zijn. Nou, ik heb alleen twee van je vrienden nodig. Gaat niet gebeuren. Hoe bedoel je, gaat niet gebeuren? Wat wil je eraan doen dan? Je kan niks. Ik mag mijn krachten dan wel niet hebben, maar ik kan jou wel aan. Haha, laat me niet lachen. Tijd om te zorgen dat dit voor altijd stopt. Wat ga je doen? Daar kom je wel achter. Nee? Plan mislukt, president. Nee? Wie zegt dat dat de enige was? Ik dacht dat je geen krachten had. Wie zegt dat het werkt? Ik dacht dat je slimmer was. Meneer! Jij blijft even staan, agentje. Laat hem los! Nee, je gaat eens luisteren. Je stopt met deze praktijken. Nee, ik ga niet stoppen totdat alle mutanten weg zijn. Dit ben jij niet en volgens mij is er meer aan de hand met jou dan dat je toelaat. Onzin. Ze hebben al veel te lang hier rondgelopen. Wat doe je met mij? Zorgen dat je jezelf weer wordt. Je bent net zo erg als de anderen. Als jij dat echt werkelijk vindt, dan is het jouw probleem. Nee, ze mag niet winnen. Geef niet in. Vecht ertegen. Je mag niet winnen. Je hebt geen keuze. Wat gebeurt er? Daar kom je vanzelf wel achter. Nee, je mag niet winnen. Dit kan niet. Welterusten, president. Nee! Wacht jij maar, vrienden. Dit komt je duur te staan.
Ik weet ook al wie erachter zit. Hoe bedoel je? Dan leg ik je zo wel uit. Goed gedaan, Vlinder. Dankjewel. En als hij wakker wordt, dan is hij zichzelf weer. Weet je dat heel zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Mooi zo. Maar wat is er met hem gebeurd? Ik weet het niet. Maar wat er ook gebeurd is met hem, ik denk dat dit de oorzaak is geweest waarom hij dit zo doet. Ik denk wel dat ik een vermoeden heb wie het geweest is. Hoe bedoel je? Het was de stem. Hoe bedoel je de stem? Hoe kan zij dit gedaan hebben? Ze zit toch vast? Dat klopt. Maar weten we zeker dat ze vast zit? Nee, dat weten we dus niet zeker. Ze heeft al eerder dingen gezegd die niet klopten. Dat is waar. Wat is er gebeurd? Hallo meneer de president. Wie zijn jullie? Mijn naam is Vlinder en dit zijn mijn vrienden. Wat doen jullie hier? U was er zelf niet. U heeft een bevel uitgebracht om alle mutanten op te pakken. Dat meent u niet. Ja, dat menen we wel, meneer. Mijn oprechte excuses. Dat was niet mijn bedoeling. Dat snappen we. U was u zelf ook niet. Ik zal ervoor zorgen dat alles teruggedraaid wordt. En dat jullie veilig zijn. Dat zou erg fijn zijn. Dat is het minste wat ik kan doen. Dankjewel dat jullie me hebben gered. Dat zou erg fijn zijn. Dank u wel, meneer. Dat is het minste wat ik kan doen. Dankjewel dat jullie me hebben gered. Graag gedaan. Wat is er eigenlijk met mijn agent gebeurd? Dames en heren, vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet zeker weten niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren hier beneden. En dan missen jullie ook niks van onze content als je het belletje aandoet. Dus ik wens jullie een hele fijne avond en tot de volgende keer. Doei! 1, 2, 3, dag! Dag! Wat persik zal. Nope, gaan we niet doen.